Dat is een 40. Nu, of dat nu van Nevis of is dat van Miele, Siemens, ANG, maakt niet uit voor mij. Voor mij zijn het allemaal wel heel goede producten. Ja? Maar ik heb mezelf in mijn privé staan als Nef. Omdat ik bij zoveel producten gewerkt heb. En dat is zo de gulden middenweg. En ik vind dat wel eigenlijk leuk. Dat is een 40. Een kast is 60. Daarom zet ik hier een warmhoutlader bij. Dat moet een beetje aangesloten zijn. Wat dient dit nu? Ja, als ik vaak bij mensen thuis kom, dan zitten ze allemaal soeptassen in of koffietassen in om een warme tasjes koffie te kunnen drinken. Eigenlijk is dat zinloos, maar dat kost 1500 euro. Ik vind dat zinloos. Hè, dat je dat dan verkoopt voor een koffiejat. Steek het dan even in de pompbak, hè, ik weet niet wat. En dan nog een warm jat. Waarom gebruik ik dit? Stel nu voor, zijn jullie koppel? Ja. Stel nu voor, jij maakt het daten. En je verpakt dat hem uit, dus je hebt een bord, mooi gedresseerd, doet dat plasticfolie over. En dat is juist like thuis. Ik heb twee kinderen. Die een komt om 6, de andere komt om 9. We zitten niet meer samen aan tafel in de zondag. Dat is een heilige dag. Dan moet de gsm's ook de deur uit. Ik zet hier mijn eten in. Ik heb hier 4 standen. 4, dat is eigenlijk de hoogste stand, dat wil zeggen 90 graden. Dan gaat je vergaringsproces opwekken. Maar zet je die op 3, dan gaat je bordje hierin. Je man mag 3 uur later terugkomen. Die steak met die saus, die groentjes, die patatjes, dat is top. Niet uitgedroogd. Laat je man nu nog een kus geven als ze in bed kruipen en zeggen, maar vrouw, is dit goed gekookt? Ja? Dus dat is dit. Nu, crème de la crème. Dat is een deze, dat is een 60. Stel nu voor, nu staan ze uit elkaar. Ja? Je ziet dat, hè? Dus staan alle twee een beetje verder uit elkaar. Stel nu voor dat die daar lang stond. Miele, moet ik zeggen, die zijn daar niet zo goed in. Het is eigenlijk een duur merk, hè. Ziet je die aansluiting? Vind ik altijd mooi. Als je deze daarnaast zou zetten, moet je kapje vragen dat dat één keer aansluit. Dan ziet je verschil niet. De die is voor mensen, vooral voor mijn ma. Allee, voor mij ook later misschien, hè. Ik denk alleen Nef dat heeft. Kijk hier eens. Die gaat in. De deur. Dat vind ik mooi. Als je op een appartementje woont, je hebt al niet veel speelruimte, dan vind ik dit wat ideaal. Maar ook mensen, gelijk mijn mama is 2-3 keer geopereerd aan haar pols, die heeft er last mee, hè, voor dit open te doen. Doet pijn, hè. En deze gaat met je pols mee. Je moet dat maar zelfs een keer proberen. Ziet je die? Kijk. Dus die deur, hendel gaat mee. Wat heeft Nef ook, als je op gaat bakken, stel je voor, je maakt een cake of soezen of brood. Iedereen is schrik voor zijn oven open te doen. Terwijl het garingsproces, want dan denken ze, oei, mijn cake gaat inzakken, mijn soesjes gaan inzakken. En alles wat gebak aanhoort, zou dan kunnen. En deze niet, want die blijft, dus als je 100, nu heb ik iets anders op staan, maar op 130 graden gaat bakken, warme lucht, die, en de deur staat open, die blijft zijn temperatuur continu houden. Dus hij verliest geen warmte hier. 180 ingesteld, deur open, blijft hij 180 behouden. Vind ik ook wel een pluspunt. Hij poetst zijn eigen. Ook wel fijn, poetst niet graag. Soms moet dat wel een keer. Maar hij poetst zijn eigen. Dit is een stoomoven. Miele heeft die overdruksteamers. En het gaat die tonnetjes. Zo populair was geweest. Maar ja, kostte wel bijna 3000 euro als het niet meer is. Hè? Maar klein schaaltjes, 4-5. Nu, natuurlijk, overdruk is 120. Dat is gelijk die stoompotten van vroeger. Hè? Gelijk de oma zaligen allemaal hadden. Hè? Die maakten soep in 15 minuten. Dan kon je ook in de stoom, ik bedoel, in de Miele overdruk steamer. En deze gaat maximaal 100. Hè? Dus dat wil zeggen, als je patatten stoomt, ja, dan gaat het niet, dan gaat even snel zijn hierin dan op het vuur. Terwijl je inductie neemt, ja, dat gaat nog sneller. Hè? Maar hier kun je, en hier zit eigenlijk de waterreservoir, dus je hebt geen rechtstreekse aanvoer. Kijk, hier zit het waterreservoir hieronder. Je gewoon vullen. Moet ik hem laten zien? Kijk, gewoon onder de kraan. Je vult dat. Hij vraagt dat ook. Hij gaat zeggen, hey, ik moet water hebben. Hè. Dat gaat wel. Steek dat gewoon niet terug in. Stel nu voor, je hebt vandaag gestoomd. Je gaat slapen en de dag nadien herbegint, dan gaat hij al zeggen, dadelijk van zijn eigen,
Ik wil zuiver water. Stilstaan water is dood water. Dus stilstaan water moet je niet herbruiken. Ja, gewoon paneeltje dicht. Hij kan verschillende dingen doen. Hij kan warm houden, hij kan rijzen, hij kan drogen. Lage temperatuur, hij kan warme lucht doen. Wat heb ik hier gedaan? Vind ik eigenlijk een hele mooie stand. Dat is regenereren. In de horeca werd dat al toegepast gedurende 30 jaar. Wat betekent dat regenereren? Dus je behoudt je smaak. Je gaat niks vochtig maken in je oven. Dus hij warmt eigenlijk je bord op. Zo, dus alles is gedresseerd. Je groentjes, je vis. Alleen de saus niet, hè. Dat moet je apart doen. Maar je zou alles heel mooi kunnen dresseren. Er mooi insteken. Ik heb nu 120 graden gezet, regenereren. En 12 minuten moet je zelf zo'n beetje zoeken, vinden. Als je zo'n halve bak erin steekt, zal het al 15 minuten duren. Hè? En dan wil zeggen dat ik heb nu pasta gemaakt, eiernoedels, beter gezegd. En dat is een dashi met champignons en een beetje paksoi. Ja? Dan gaan we daarin doen. En dan gaan we de pasta eigenlijk opwarmen, die is gekookt. Maar gaan we hierin opwarmen. Dat is regenereren. Je kunt ook warm houden. Je kunt eigenlijk alles wat een dier kan hier, kan dit ook. Maar kan die ook, hè, warm houden. Dus je kunt alle kanten een beetje uit daarmee. Dat is dan Bora. Mag ik het vertellen? Ja. Oké, dat is dan Bora. Een inductieplaat met de filters. Ja. Trouwens, het ecologisch gebeuren gaat ervan uitgaan dat je binnen 10 jaar, meneer, we spreken, nog geen dampkap die naar buiten zuigt mocht gebruiken. Ja. Ik vind dit heel handig. Als ik verkeerd ben, mocht je me onderbreken. Ik vind het handig. Je haalt hem eruit. Dat is je filter. Steekt die in de afwasmachine en je bent weer vertrokken. En naar boven kijk je nooit bij thuis. Hè. Soms dan zie je bij mensen thuis een dampkap, dat hangt heel veel vol. Dus zou je zeggen, pak die dat allemaal. Je ziet hem hier goed marcheren. Zet ik een kastrol, soep op of fond op, zo hoog. Dan help ik hem een beetje met een deksel zo te doen. En dan gaat hij ook naar daar. Als ik hier stond, bijvoorbeeld. Klopt dat? Klopt helemaal. Ja. Dus je hebt er zo een filtertjes. Je gaat je vuren. Wat ik van inductie vind... In het begin had ik daar wat moeite mee, want ik was een man die altijd op gas werkte. En een kok werkt altijd op gas. Je ziet dat vuur, je voelt dat vuur. En dan had je de keramische. De elektrische was nog heel veel vroeger. Dit is naar kinderen toe, vind ik dat ideaal. Gaat heel snel. Ja. Je neemt het van het vuur af, het is gedaan. Blijft niet warm. Als ik hier een briefje van 50 euro ondersteek. Ja, ik zet mijn kastrol erop. Zal het alleen maar rond het briefje opwarmen, maar niet waar het briefje heeft opgestaan. Alleen het voordeel van dat briefje is, als ik het er onderuit haal, het is gestreken. Dat is ook wel fijn. Wat ik hier een beetje jammer vind, dat is natuurlijk... Dat zal de familie Bormans en de techniekers wel u uitleggen. Dit zou ik nooit kopen, zo'n plaat die zo erin gelegd is. En waarom? Ik geef daar een reden voor. Ik geef daar alles zo'n aluminium randje rond. Maar de mensen hier zullen dat wel zeker aanraden. Ik betaal er liever een 150 of 200 euro meer voor. Want als ik per toeval, het was me te heet, knak en het is kapot. Hè. Gaat die hoeken kapot. Als hier een randje over lag, zou die nooit kapot gaan. Sommigen laten dat inspuiten met silicon, dat die een plaat in het vuur steken. Dus het vuur in de plaat steken. En dan wordt dat afgespoten. Maar ik kan u al verzekeren, als je iets laat overkoken en nogmaals, gaat dat hier allemaal, en jij zit dat bij mesken zuiver te maken, die siliconen gaat er ook na afloop van tijd er niet beter van worden. Maar dat zijn zo van die kleine detailjes die ik u kan geven uit ondervinding. De rest kan ik zeggen wat ik ga maken. En dan gaat Niels het u uitleggen over Bora. Ik heb een kookboekje gemaakt. Dat is één deel. Zo komen er vier, maar ik wou beginnen met het gemakkelijkste. Eén man, één pan heb ik het genoemd, omdat ik zelf een man ben. Maar je kunt ook anders gaan interpreteren. Eén vrouw, één pan. En het is eigenlijk ontstaan door Royal Crown. Die zijn papa is ook alleen. En mijn mama is alleen. Papa is gestorven een tiental jaar geleden. Maar die zeggen ook, als ik drie patatten moet koken, ben ik 3 dagen patatten aan het eten. Want je zet geen ene patat op.
Ja. Heb ik zo een boekje gemaakt, heel eenvoudige dingen. Iedereen kent wel macaroni met kaas en hesp. Ja? Mijn dochter zit nu in Montpellier, 8 maanden. Ik heb haar zo'n boekje meegegeven en die vindt dat geweldig. Dus zo maak ik nu macaroni zonder melksaus. Ja, gelijk, ja, vroeger was dat zo bechamel, wat kaas erbij, hesp, pasta koken. Nu staat een boekje, je krijgt dat boekje mee. Mocht dat zeker allemaal meenemen, krijg je het gratis vandaag. Omdat ik zo lief ben. Hé, Annelies? Daar ga ik mee beginnen met die macaroni. Moet dat maar een keer zien. Wat gaat er gebeuren? Ik heb nu wel Ebly gebruikt. Je kunt gewone macaroni, je kunt pasta nemen, welke dat je wilt. Maar Ebly, dat is zoals iets anders, tarwe. Ik heb er wat ertjes aan toegevoegd, iets verfijnder. Maar de bedoeling is eigenlijk gewoon die pasta koken, afgieten, die is nog warm. Doe daar een pakje maritsu in, met ham. Proef je die ham er al in. Geen melk meer, geen kaas meer, geen gesmolder meer. En dan een beetje hesp fijn snijden en eronder mengen. En je zit in het eten. Dus de pasta koken duurt het langste. Dat is 8 minuten, 9 minuten, hangt er vanaf hoe. Als je goede, lekkere tanden hebt, dan is 7 minuten. Als je goed al dente wilt hebben, zeg ik, wil een beetje feller gekookt. Voilà. Dan hebben we een quiche, die gaan we maken. Staat ook in een boek. Ik gebruik al voor een quiche ook weer zo. Dat is van Hertak, van dat goed. Kost niks. Denk, nog niet 2 euro. Ja. Die hebben daar ook bladerdeeg in. Die hebben daar zanddeeg in voor desserts. Er zit ook een papiertje in. Ik trek dat sabiet hierover. Over mijn papiertje erbij. En dan prik ik dat een beetje. Ik neem 4 keren, 4 eieren. Zat er allemaal in, hè. Een deciliter room, peperzout, nootmuskaat. En dan doe ik met een frigo open. Wat steekt er nog in? Mijn restjes. Dat bak ik op, gooi dat erin, kaas erover. 20 minuten op 180 graden. En ik heb een hartelijke quiche gegeten. Of je dat nu met vis maakt, of je dat nu met spek maakt. Want daar wordt heel veel weggegooid in elke zin tegenwoordig. Hè. Men heeft berekend dat men 50 euro per kop per maand weggooit aan bruikbaar afval. Dat is niet niks, hè. Dat is 400 euro als je bij 4 zet, hè. Nee, 200 euro als je bij 4 zet. En dat nog allemaal eetbaar is, hè. Die van mij thuis ook, als dat hierop staat, het is, zeg maar iets, een tiende vandaag. Waar geeft dat niet meer? Dus dan moet ik heel vaak dat allemaal weg. Dat is grap, hè? Goed, dat ga ik maken. Ik ga die een dasje geven aan jullie om al eens wat mee te proeven. Die macaroni, quiche, een lekker dessertje heb ik bij. Ook eens om een keer te proeven. En dan iets vegetarisch. Dat staat er ook in. Maar ik heb het al wat voorbereid, dat ik niet te veel tijd moet verliezen. Dat is gewoon een Parijse champignon. Steeltje ervan af. Ja, dus het steeltje. Ik heb dan een kutter gegooid, kent je zo'n mixertje? Ja. Daar heb ik dan wat mosterd bij gedaan, wat brood. Broodkruim neem ik liefst, geen paneermeel, maar dan panko. Ik weet niet of dat iets zegt, panko. Zo, wat grover paneermeel. Ja, wat look. Je mocht daarmee spelen, ook weer je frigo open doen. Ja, of je droogkast. He? En daar een mozzarella op, dat is pure veggie. Ik steek dat zelfs in de oven, dat is echt hartelijk. Kun je in de zomer, in de winter, echt als zo onverwachts bezoek hebt, eet dat maar een keer op. Voilà, dat was het. Ik zou zeggen, dat heb ik vergeten. Kent je dat? Wat is dat? Slagroombus, ja. He? Ja, he? En spumafles noemen ze dat. Vroeger zag je er alleen maar slagroom uitgespoten worden. Wat heb ik gedaan? Maar ik raad het u aan alleen dat merk te kopen. Ik heb daar al accidenten mee van gelezen, maar ook gezien. Bij mijn eigen ogen in school. Als ze een namaakmerk gekocht, dan kost het dan maar 40. En deze kost 99. Hè. Alsjeblieft. Easy. I-S-I. Dat is een Duitse makelij, maar dat bestaat al 100 jaar. Hè. Patronen. Je kunt daar ook water in doen. Dan heb je andere gaspatronen. Of je kunt dat met dit doen. Geweldig om mee te werken. Kan ik u zeggen? Wat heb ik nu gedaan? Ik heb een sponscake gemaakt. Zeg je dat iets? Sponscake. Dus ik heb daar... Mocht dat opschrijven, hè? Kent je broyage? Broyage? Dat is amandelpoeder, evenveel fijne suiker. Dan gaat je kutteren. Dan heb ik daar 4 eieren in gedaan. Snuifje zout, 20 gram olie. En alles wat je hierin doet, moet je doorzeven. Want dat is maar echt een naaldje. Alles door moet. Er zitten daar 2 gaspatronen op. Die zit hierop. Ja, en dat is nu in gebruikte. Ik
kaspatroon. Ik ga er een beetje nieuwe opzetten. En dan doe ik dat in een klein doosje. Ik ga dat zelfs laten zien. 50 seconden in een magnetron. En je hebt een leuke koffiekoek. Eigenlijk heel snel klaargemaakt. Je kunt dat verfijnen door een framboos, een aardbeek erbij te leggen. Dan denk ik dat ik alles gezegd heb. Zijn er nog vragen? Maar dan ga ik beginnen. Je mag blijven, hè, zolang je wilt. Maar je moet ook, en iemand die iets wilt leren, mag altijd bij mij komen. Hè, of benieuwd. Je mag het zelf ook maken van mij. Hè. Dat is interactief zijn. Hè. Dan onthoud je het meeste. Een paar keer hebben Miele geweest in hun atelier. Die hebben daar 50 stemmen staan, 50 ovens. En iedereen die Miele keukentoestellen verkocht, mag dan daar les gaan volgen. Maar je ziet die koks handelen. En wat is dan het gevolg van die? Die komen thuis, die mensen. En ze zijn allemaal vergeten. Je zou het eigenlijk zelf moeten doen. Cooking class noem je dat. Als je zelf bezig bent, onthoud je het meeste. Hè? Hoe denk je anders dat je geleerd hebt om naar het toilet te gaan? En je handen te wassen? Door het zelf te doen. Hè? Niemand lacht hier. Hè? Allee, oei. Voilà, we gaan van start. Niels, het is aan u. Is dat mij? Ja, dan kan ik een beetje voorbereiden. Dat is het champignonke, hè, veggie, met een tapenade. En dan ook een mozzarella erop. En Parijs champignons en dan pia salad. Het woord zegt hetzelfde. Echt. Wat moet ik nog vertellen? Ik kan u subiet dat dashi soepje doen. Ook op die basis van de rest van champignons heb ik daarin gedaan. Pak soi, beetje gember. En dat is dat buikspek. Dat heb ik eigenlijk hierin vergaard, 36 uur. Gewoon mooi gemarineerd. Buikspek van zo dik ongeveer. 1,5 kilo. Gewoon 36 uur hierin gestoken. En dan gewoon fijn gesneden, dat is boter. Hè? Hoe lager de temperatuur, hoe malser je product wordt. Dat is met alles zo. Ik weet, mijn oma, als die een roastbeef maakte vroeger. En we kwamen met hele familie, het was zondag, naar oma toe. En wat ik daar zo maar groot. Dan vrouwke deed haar best natuurlijk, ze is toch mogen 90 jaar worden. Maar die pakte dan een roastbeef, die zette dat uit de oven, onmiddellijk op tafel. Op het moment dat hij begon te snijden, heel die sappen liepen eruit. Die eerste stukken waren heel grijs. Nou, dat was niet appetijtelijk. Dus als ik zeg een roastbeef van een kilo, dan gaat je gewoon dichtschroeien in de pan. Dan pas kruiden. Niet voordien, je ziet heel veel chefs die kruiden voordien. Maar ik neem het van mij maar aan. Er zijn nog een reden voor, anders zou ik het niet zeggen. Zout onttrekt vocht. Dus moet maar een patat in een oven garen op een bedje van zeezout. Een heel andere patat. Hè. Maar vlees kruid ik niet voorhand. Peper. Als ik dat voorhand zou doen, dan gaat mijn pan verbrand worden. Die peper gaat verbranden. Dus ik kruid nadien. Die roastbeef, die steek in een oven op 110 graden. Laat die daar 1,5 uur insteken, heb je een perfecte rosé. En als je snijdt, is die overal mooi rood. Meestal als je vlees te hevig bak, heb je een rand grijs en van binnen rood. Dus hoe lager de temperatuur, hoe varkensausje. Ook zoiets. Ik bak dat aan, ik kruip peper en zout. Ik steek dat op 95 tot 100 graden in een oven. 45 minuten, dat komt er perfect uit. Bodermals. Van iets goed kun je iets slecht maken. Van iets slecht kan ik niks goed maken. Hè? Mag ik je iets vragen? Ja. Ja, ik werk meestal met een warme luchtoven. Als ik ga bakken, dan ga ik meestal werken met boven- en onderverwarming. Ik zeg in een patisserieoven. Ja. Ja, warme lucht eigenlijk is gemakkelijk zijn. Je kunt daar ook op een heel lage temperatuur gaan. Hè. Je kunt ook zeggen, ik ga dat doen op 90 graden. Kennen jullie dit hier? De koeker. Nou, je ziet daar regelmatig reclame op. Wel, dat is de beste investering die ik ooit in mijn huis heb gehad. Hè. Buiten mijn vrouw. Allee, dat weet ik nog niet. Maar ten deze is eigenlijk ook met spabruis, als je veel drinkt. Plat water, spabruis. Maar dat neemt natuurlijk wel een heel kas in beslag. Hè? De boder alleen al van koeker, dat gaat nog. Maar als je dan spabruis en sparijn wilt maken, en je zou zo'n tafel hebben, dan moet je dat toestel aan de achterkant laten inbouwen. En anders, die kas heb je kwijt. Hè? Maar ik vind het geweldig, ook een veiligheidsslot op. Dus je raakt daar zomaar niet, je kind kan daar zomaar niet heet water. En als er kokend water uitkomt, dan blijft dit koud.
Gaat je gewoon warm water gebruiken, gaat dat wel wat warm worden. Maar kokend water, maar ik maak dat met een filterje in, met een thee. Wat een voordeel is, als ik met een boiler sta in de garage, als ik hier wil afwassen, dan ben ik 5 liter kwijt vooraleer ik heet water heb. Ja? Dus qua verbruik veel minder. Wat ik ook fijn vind is, als ik wil patatten koken of ik wil zelf een bouillon op te, ik heb dadelijk kokend water, ik ben vertrokken. Hè? Dat kookt onmiddellijk. En als je hier je water van de boiler pakt, dan een keer nog opzet, dan zijn het toch even zoet. Hè? Vooraleer dat begint te koken. Goed, nog vragen? Mocht ik het nu vragen? De kies stikt in. Hier heb ik nu die dashi op regenereren gezet. Niet uitgedroogd. Ik heb daar 12 minuten op gezet, 120 graden. Heb ik een kant-en-klare maaltijd. Bijvoorbeeld een stoemp van wortelen. Mijn braadworsten zijn gebakken. Ik steek dat erin op regenereren. 15 minuten. Niet op bord, hè, maar als ik zo'n schaal neem. Dan ga ik op 145 graden. Perfect. Dus alles wat je op voorhand kunt doen. En je hebt je familie die komt. Moet maar gewoon inpompen. Hè. Handig, hè. En je hebt geen aparte leidingen nodig. Dat is ook wel belangrijk. Bij Miele moet je een aparte afvoer die hittebestendig is, dat tegen 120 graden. En in die moet je gewoon een bak vullen. Hè. En die zeggen je dat. Vernieuwen, niet vernieuwen. Dat heb ik ook van alle merken. AEG heeft dat. Maar AEG werkt met een spons van onder. Dat altijd terug opsoppen. Hier zuigt hij zichzelf mee op. En als je veel regenereert of stoomt, dan blijft je oven eigenlijk heel lang proper. Hè. Moet niet veel aan poetsen. Dus ik heb hier die pasta. Die is nu warm. Kijk, die blijft, die is gekookt en die blijft goed, hè. Die is gisteren, ben ik ook hier geweest, heb ik die al opgewarmd op regenereren. Maar overal dacht ik, ja, dat ga ik de mensen bijgeven, ja, ik gooi niet graag iets weg. Dus dat is perfect, hè. Heel gezond soepje, zit gember in. Ik heb zo ooit gehoord, beste sportmannen, hè, die drinken. Ik ben geen goede sportman meer. Maar ik heb bij drinken thuis zo om de 2 maanden een liter gember thee. Per dag, hè. 1 liter. Dat is goed voor je spieren. Goed voor alles, hè. Dat is super gezond, ook voor je keel. Als je wat last hebt. En dat is eigenlijk heel simpel, want dat kost niks. Hè. Een knolgember. Ik was die gewoon, ik had die niet schil en ik snijd die in 3-4 stukken. Kooi die in een kastrolje met water. Ik doe daar citroengras bij, sommigen doen daar citroen bij. Keuze wat ik laat. In het begin zou ik hem niet te lang laten koken, want dat is, kan hevig zijn. Hè. Laat je hem koken, minuutje of 5-6. Dan zeef je hem door. Ja, die gember weg, die citroengras weg of dat citroenje weg. En ik doe daar altijd honing bij. Ahorn, esdoornsiroop. Is niet zo gezoet. Hierbij, doe dan nu een thermos of doe dan een fles en drink dat koud of warm. Top. Dan kun je wat meer schrijven op je vent. Snap je? En dat blijft warm, hè. Dus, kan dat zo blijven houden. Kan hem ook, hè, nu staat het op regenereren. Maar als ik nu zeg, kijk, warm houden. Nu staat hij op 60 graden. Hup, dan blijft hij mijn eten gewoon warm op 75 graden. Hetzelfde principe als dit. Maar die heeft dat ook, hè, die combi. Kun je ook een product warm houden. Om te reizen hebben die ook een stand. Om je brood te reizen, gebak te reizen, maakt niet uit. Dat gaat ook. Als ik iets over de tabletten moet zeggen, ik weet niet of jullie allemaal een keuken hebben. Maar toen ik mijn keuken, iedereen, want er straks waren er mensen die, toen ik binnenkwam, die hadden composiet. Was hut van hut, hè, dat kostte geld, hè, composiet. Wordt ook altijd in 1 lijn gegoten. Maar zet daar geen hete pan op, heb geen plek, hè. Dat is composiet. Dat is marmer. Dat is altijd goed, hè. Zeker die mooie renuukjes. Ik heb thuis
Moet ik even nadenken. Dekton. Dat is ook niet goedkoop. Daar kan ik een kokende kastrol op zetten. Hè. Dat plooit niet. Hè. Dekton. Hier heb ik al schrik voor. Dat durf ik niet, dus dat is ook niet van mij. Maar dekton kun je een hete pot opzetten. Kan geen kwaad. Als ik ongelijk heb, moet je het zeggen. Hè. Voilà, dashi soepje. Met eiernoedels. Kom er halen, hè. Dat is een krachtige bouillon, hè. Basis van champignons. Wat blieft? Voor jezelf. Alsjeblieft. Nu ga ik die snelle macaroni eens maken. Maar dan op basis van Ebli. Ja, je weet toch allemaal hoe inductie werkt, hè? Magnetisch veld, hè? Geen magneet, dat is het enige nadeel wat ik soms wel vind. Zo mensen die overschakelen naar inductie. En die hebben een heel kookset gekregen vroeger. Met een huwelijksuitzet. Dat daar niet alles op gaat natuurlijk, dat kan. Maar ik zou nooit geen heel kookset meer kopen, hè? Bedoel, je moet zien als ik soms met mensen kom, hoeveel kookpoten en toestanden die allemaal in een kas hebben zitten. Hè? Dan denk ik, maar wat doen ze er allemaal mee? Je hebt een sauteusje nodig, je hebt een kastrolletje over soep, je hebt een pan nodig, je hebt iets voor patatten nodig, dan houdt het bijna op. Hè. 4-5 potten is meer dan genoeg. Kijk, die snelle macaroni. Ik heb mijn macaroni al gekookt, hè, maar in dit geval Ebli. Ik heb er wat... wat van die ertjes in gedaan. Je ziet, dat is Ebli. Want je ziet, met die allergenen tegenwoordig... Dat bestond 20 jaar geleden niet, hè? Maar nu moet je echt mee oppassen wat je doet. Hè? Glutenvrij, zoutarm, lactose. Je wil het allemaal niet weten. Hè? Soms kreeg ik voor één, menu, voor één tafel 3-4 mensen met allergenen. En ik heb met Peter Kinneke... Die heeft het heel erg zitten, hè? Ook noten, ook mensen. Hè? Maar die heeft het heel erg zitten met gluten. Die mag niet dezelfde snijplank pakken dan zijn mama en papa genomen hebben. Die mag niet de confituur nemen waar al een mes heeft ingestoken van zijn ouders. Hè? Brood moet apart gebakken worden. Dus heel evident is het niet. Hè? Dus, ik ga het u zeggen. Ik heb een pasta gekookt, dat heb je thuis gemaakt. Maakt niet uit welke pasta je neemt. Nu was het omdat ik snel moest zijn. Ja. Maar ik heb voor alle Carrefours Limburg gewerkt, zo Carrefour Markets. Ja, dus niet de Big Carrefour. En daar promoonde ik, deed ik ook de aankoop. Heb ik 2 jaar gedaan. En wat mij verwonderde is dat de mensen heel veel naar dit gingen. Voorverpakt. Dat is water, hè. Ze hebben bijna allemaal een charcuterieafdeling. Als ik daar bijvoorbeeld Gandeham. Dat is een hele goede maat van mij, omdat ik een beetje chauvinistisch ben. Het is Belgisch, Gandeham, hè, van Gent, Cornelis. En wel, laat u dat dan afsnijden, 4-5 schuifjes. Of als je die zo koopt, dat is een groot verschil. Hè. De schouderham, laat afsnijden, dat smaakt veel beter. Hè. Maar nu was het een beetje convenience. Hè, dus het moest allemaal wat snel zijn. Dus, ik ga het nu met hes maken. Dus ik snij mijn ham gewoon in kleine blokjes. Dus als je niet veel tijd en zin hebt, is dat wel gemakkelijk, hè, om op die manier macaroni te maken.
Dan met een marizoa, ik zei, met ham. Mogen we met mij een paar twee potjes in. Als ik hem open krijg, de mensen. Dan gaat het zo. Ik weet niet of jullie al ooit gegeten hebben, zo'n koude pasta. Dat is ook lekker, hè? Als je vandaag pasta gekookt hebt. Wat ik ook vaak zie, iedereen kookt veel te veel pasta, hebben ze thuis. Hè? 80 gram rauw is maal 3 gekookt. Hè? En dan zijn ze met de pasta de dag nadien. Ik gebruik dat voor mijn soep te binden in plaats van patatten of rijst. Gooi ik dan mijn soep. Ik er toch niks mee doen. Dat is ook een bindmiddel. Hè? Pasta. Dus, die kaas. Ik kan een beetje bijkruiden met peper. Want zout zit er genoeg. En die marizoa. Beetje peper bij. Willen we nog meer verfijnder? Doe ik er wat kaas extra bij. Gruyère. Of parmezaan. Ik heb nu parmezaan meegenomen. Met Emmental gruyère. Dat mag er allemaal bij. En nu gaat je zien. Nu warm ik die gewoon op met de lepel. Totdat mijn kaas gesmolten is. Het is klaar. Hier liggen nog boekjes, hè, als je ze wilt hebben. Je moet niet, maar je krijgt ze gratis. Hè. Waar die receptjes in staan. Ik zal eens even zeggen wat dit is. Kan ik nu ook misschien uitleggen. Olijfolie. Gezond product. Als je olijfolie boven de 180 graden brengt, dan is het niet meer gezond. Alles olijfolie gaan vergaren, proeft alles naar olijfolie. Dit is zelfgemaakte geklaarde boter. Vroeger moesten we dat in een koffiefilter doen. Dan was dat duurde dat toch wel een dag voordat het allemaal gefilterd was. Jullie kopen zo van die busjes van Solo. Hangt heel damkap vol, hè. Dat is puur chemie. Dat gaan we niet doen. Dit is veel gemakkelijker. Koop nu pasjes geklaarde boter, ongezouten, sorry. Ja. Dan kan je een systeem geven. Ik doe dat direct, ja. Veel meer kilo's. Als je zo'n pasje koopt, ongezouten boter. Mijn favoriet van goede boter, dat is... Ach, moet wel niet geloven aan een favoriet. Het zal me straks wel binnenvallen. Maar wat? Je pakt ongezouten goede boter. Je laat dat smelten in de pot. Gewoon smelten. Niet bruin worden. En dan gaat je zien dat de melkzuur, het wit, beneden gaat liggen. En de helderheid blijft van boven. Oké, okay, geen probleem. Je doet dat in een inoxe pot of in een schaaltje. Giet je al die boter wat gesmolten is daarin. Steek dat in een diepvries tot die snikhard is. Je ontvormt hem. Je ontvormt de boter uit het potje wat erin. En dan gaat je zien, als je die omdraait, dat van boven de melkzuren liggen. Het wit. En dat doet het spatten. En dan pak je gewoon een kraan met lauw water en je wrijft er vanaf. En wat je dan over hebt, is dit. Bak daar eens een biefstuk in. Dan zeg je, waar heb ik die biefstuk gekocht? Echt waar, als je geklaarde boter gaat bakken, gaat veel lekker. Een stukje vis. Groente daarin aangestoofd. Je gaat uw natuurlijke smaak behouden. Voilà, hier is mijn pasta. Nog vragen? Ze kennen alles, hè. En de kies is ook bijna klaar, hè. Ergens. Ziet er al mooi uit, hè.
Nu maar gewoon op zicht gekookt, hè? Dus ik... We moeten maar eens proeven. Voilà. Iemand die veggie is, ja, die moet daar geen hasbeen doen. Kan er geweldig... Allee, zeker iets anders in doen, hè.